Goedendag, ik ben Frederik van Duindels en welkom op mijn terras. We zijn halverwege april, binnenkort komt de zomer eraan. En dan heb ik wel eens zin in een lekkere salade caprese. En daar hoort natuurlijk basilicum bij. Die gaan we vandaag zaaien. Hoe je moet zaaien, dat kan je lezen op de gemakkelijke fiches. Daarin zie je dat momenteel de juiste moment is om te zaaien. En zie je ook dat je basilicumzaad zeker niet te diep mag zaaien. Basilicum heeft namelijk naast warmte en water ook veel licht nodig om te kiemen. Dus enkel een klein beetje zand erover is voldoende. Ik ga vandaag drie soorten basilicum zaaien. Ten eerste zaai je de klassieke basilicum Genovese. Ik ga ook kaneelbasilicum zaaien. Die geurt heerlijk naar kaneel en anijs. En tenslotte zaai ik de paarse variant op de klassieke basilicum. De paarse basilicum brengt heel wat kleur in je tuin. Omdat ik niet van plan ben om de basilicum te verplanten, zaai ik hem in een redelijk grote pot. Deze heb ik gevuld met een goede zaai- en stekgrond. Ik schud de zaadjes uit in mijn hand en verspreid ze over de aarde. Vervolgens bedek ik ze met een dun laagje grond. Ik besproei de zaadjes met water en ook de komende dagen geef ik geregeld wat water bij. Ten slotte moet er enkel nog een plantenmarker in en dan kunnen de potjes naar binnen voor het venster. Daar krijgen ze voldoende licht en zullen ze snel kiemen. Zo, dat is hoe ik basilicum zaai. Over een paar weken is de basilicum uitgekomen en zal hij wat groter zijn. En tegen dan mogen jullie een nieuwe video verwachten van hoe ik de basilicum juist verzorg. Als jullie in de tussentijd nog vragen hebben of leuke tips weten, mogen jullie die altijd hieronder laten weten. En in de tussentijd nog veel moestuinplezier gewenst. Tot dan!